Dag kamikazes van Skatepark. Ik ben Tim van der Mensbrugge en ik heb onlangs geleerd dat ik met mijn inline skates van een quarterpipe moet roppen. Ik zal het u speed bewijzen. Je gaat met ene voet op de coping staan, bij voorkeur met je minst dominante voet. Met aggressive skates is dat gemakkelijk, want je kunt je edge block proper over de coping plaatsen. Daarna zet u een dominante voet erbij. Je buigt je knieën. Je leunt voorover zodat je schouders, je knieën en je tenen één lijn vormen. Je leunt nog wat verder voorover zodat je van de coping rolt. Zorg dat je knieën gebogen blijven en dat je dominante voet voor je andere voet rolt. De scissor zorgt voor je evenwicht. Et voilà, met een beetje chance zij de zonder breuken van in een quarterpipe geraakt. Het is eigenlijk echt niet moeilijk. Je moet gewoon zien dat je genoeg voorover blijft leunen. Ik heb hieronder een paar links gezet naar nuttige tutorials. Ikzelf vond die van Scammy dan vrij nuttig. En dan is het gewoon oefenen. Totdat hij zegt, oké, ik smijt mij in de bouw. Maar dat is voor een van de volgende filmpjes. Zo, merci voor het kijken en om op like te klikken en om u te subscriben. Echt, merci. Tot de naaste keer. Salutjes. Yo.